En als God tot je spreekt, dan kan het er flink hard in hakken. Er gaan steeds minder jongeren naar de kerk. Maar hier op Strand Nulde is de gebedsdiensttent tot de nok toe gevuld. Ik denk dat de populariteit erin zit. We houden het festival natuurlijk in de meivakantie. Jongeren kunnen even echt lekker een weekje ertussenuit. En God is hier, dus wij kunnen hem hier ontmoeten. Het Soul Survivor Festival is er voor christelijke jongeren en jongerenwerkers. Het wordt dit jaar voor de 14e keer georganiseerd. Er is muziek en er zijn seminars en boeken. Allemaal over het geloof. Want de jongeren hier zijn vooral op zoek naar God. We zijn vanochtend naar de dienst geweest hier. En daar gaan we dan eerst wat tijd van aanbidding. En dan krijgen we een preek. Zo te zien word je er helemaal vrolijk van. Ja, het is wel bijzonder wat er gebeurd is. Wat is er zo bijzonder aan dan? Dat God aanwezig is. Waar merk je dat aan? Dat voel je gewoon. Ja, ik voelde me gestrest en zo moe. En nu ben ik blij en gewoon, ik wil lekker dansen, ik wil gek doen. Dat kan op het festival nog tot en met 4 mei. De organisatie hoopt dat de jongeren plezier hebben, maar er ook wat van opsteken. Heb je er ook nog wat van geleerd? Ja, op zich wel. Ja, wat dan? Nou, dat God van je houdt. En dat weet ik natuurlijk wel, dat zo is. Maar als je dan hier bent, dan is het toch wel weer duidelijker.